In zijn tienerjaren haalde hij de lokale krant met een zelfverbouwde minibrommer. Maar toen het wereldrecord in die categorie ver buiten schot bleek te liggen, ging hij over op het verbouwen van motoren. Een monteur is hij nooit geworden, maar een custom eruit laten zien alsof hij recht uit de showroom moest komen rollen, lukt hem iedere keer weer. Mijn naam is Tom van Appeldoorn en dit is de Motorrijders.nl podcast. In aflevering 3 gaan we op pad door de Liemers met niemand minder dan Maarten Poot. Hey Maarten. Hey, goeiedag. Goedemorgen. Hallo. Heb je druk? Ja, druk met zitjes. Altijd druk, of niet? Het is gruwelijk druk met zitjes. Ja? Ja. Ja. Ik doe er een paar per week en hoe mooier het weer, hoe meer zitjes. Dan. Ja? Ja. Maar zitjes, hoe? Wat moet erbij voorstellen? Ja, zitjes, dat varieert. Dat mensen een bodemplaatje opsturen zoals deze. Dat ze zelf bezig zijn geweest. Maar echt vanaf nul? Vanaf nul bouwen ze zelf iets op met schuim. Maar ze sturen mij ook een plaatje op, aluminium. Ja. En dan maak ik er zelf wat van. Ja. En als dat ook nog niet gaat, dan brengen ze de hele motor. En dan maak ik bodemplaatje, schuim, ja. In model. Dan draai je hand niet voor om eigenlijk? Nee, draai ik de hand niet voor om. Nee. Dus dat is net iets meer als een gewone bekleder. Dus er zit soms ook glaswerk aan. Ja. Dus dat is dan mijn meerwaarde, zeg maar, ten opzichte van de lokale. Ja. Ik zag net ook al een stukje meerwaarde staan in de garage. Ja, ja. Ja, kan ik de hele motor bouwen. Ja. Ja, maar hoe rijdt zo'n custom? Zoals hij eruit ziet. Ja? Ja. Dan ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, dan mag ik een stukje rijden zo. Zullen we een stukje rijden dan? Ja, laat maar doen. Mooi man. Ja. Let's go. Oké. Okay. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Ga je maar voor. Zo, een beetje frisse lucht. Heerlijk. Het is een prachtige dag natuurlijk. Fietsen van links. Hé, maar waar rijden we nou heen? Dit is jouw vaste rondje geloof ik, als je een keertje gereden, toch? Ja, als ik even het ei kwijt moet, dan ga ik even richting Groessen, rondje Liemers. Dat wil zeggen de Loo. En dan langs de Betuwelijn op. En dan een stukje naar Pannerden, even het circuit van de Liemers, dus dan... Oh, pas op. Ah, klinkt prima hoor. Maar oké, dus dan als jij 's avonds thuis komt naar je werk, dan... Dan ga je even een rondje rijden en dan is dit ongeveer het rondje wat je maakt? Ja, dan is dit het rondje. Vaak voordat ik thuis ben, dan ga ik eerst even een afslag eerder eraf bij de autobaan en dan... Even kop leegmaken snel. Even een klein stukje, even het ei kwijt en dan is wel lekker. Ja. Want jij... dat klinkt gek, je bent custombouwer, maar het is niet jouw... Ja, jouw werk eigenlijk, hè? Jouw broodwinst, toch? Deels. Sinds een jaar ben ik officieel KVK ingeschreven. Dus dan krijgen mensen gewoon netjes een factuur. Ja. Maar het is of 3 zitjes in de week of het is soms 3 maanden niks. Ja. En daar brandt de lamp niet zo lekker van. Dus dan doe ik daarnaast, mijn vaste baan is adaptatietechnicus. Ja, dus wat houdt er ongeveer in? Rolstoelen bouwen. Oké. Okay. Dus rolstoelen bouwen is eigenlijk qua techniek precies hetzelfde als de motor. Een frame, bekleden, afwerking. Alleen een totaal andere doelgroep natuurlijk, maar in principe komt het op hetzelfde neer. Ja, ja want je bent eigenlijk geen monteur zoals je dat zelf zegt. Je bent echt een bouwer, hè? Ja. Ik kan nog geen klep stellen. Daar ga ik ook voor naar een ander. Maar ik ben eigenlijk opgeleid als instrumentmaker. En dat houdt in dat je iets bouwt wat er nog niet is. Dus van materiaalkeuze tot aan constructiewerk. En dan tot aan de afwerking, dus het hele pakket. Maar het moet dan niet te koop zijn, zeg maar. In jouw garage hangen allemaal foto's van een GTS en een TRX en een XZ. Dat zijn allemaal toevallig Yamaha's die maar heel kort in...
ja, geleverd werden eigenlijk, hè? Ja, ja. Wat trekt jou daar precies zo aan? Ja, met name Tsushima, die heeft in het verleden dus modellen uitgebracht die maar een jaar of twee jaar in verkocht werden. Ja. En waaronder, daar ben ik mee begonnen met een SZR. Nou, dat is een één-cilinder racertje. En die is bij het grote publiek niet eens bekend. Dus als je die verbouwt, dan heb je in ieder geval al een voorsprong, zeg maar, op het aparte. Ja. En toen kwam erachter dat er een TRX was van Yamaha. Het zijn allemaal een beetje ondergewaardeerde machines die maar enkel geleverd zijn. En om die te verbouwen, dan ben je eigenlijk al, het origineel is eigenlijk al onbekend. Dus dat maakt het verbouwen alleen maar mooi, zeg maar. Ja. Ja. Die Limers waar we nou rijden, hè? Wat, jij komt hier niet van origine vandaan, toch? Ja, ik ben hier wel geboren, in de Tolkamer. En Herwen gewoond, Zevenaar, Duiven, Westervoort. Dus ik heb wel in het Limers gewoond. Maar ik ben een tijdje heb ik in Tiel gewoond. Omdat mijn vader begon daar een autobedrijf. Ja. En daar woonden wij boven de zaak. Dus ik ben eigenlijk vanaf mijn 12e tot aan mijn 20e heb ik boven een garagebedrijf gewoond. Ja. En dat was in Tiel, dus daar ben ik even de Limers uit geweest. Maar na mijn opleiding als instrumentmaker ben ik bij een bedrijf begonnen wat ook weer in de Limes zat. Eigenlijk puur toeval, dus ik ben weer terug bij de roots, zeg maar. Ja. Nee, puur bij toeval. Het is niet dat je het echt opgezocht hebt eigenlijk. Nee, puur toeval. Nee. Maar wat heeft die Limes wel een bepaalde... Ja, wat, hoe zou ik dat noemen? Ja, vertrouwd. Vertrouwd, hè. Ja. Ja, er woont dan wel de familie natuurlijk allemaal. En, ja. Daarbij kwam ook nog eens dat op een gegeven moment ga je een huis kopen. En hoe meer naar het westen, hoe duurder. Ja. En het was ook nog eens betaalbaar, de Limes. Dus het was win-win. Win-win, ja. Ja, precies. Maar je hebt dan in Tiel gewoond, je hebt dan hier in... in Tolkamer ben je geboren. Heb je iets met de Rijn? Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee. Het enige wat ik daarmee heb is dat er een mooie dijk langs oploopt. En dat is mooi om op te rijden, eigenlijk de dijk. Ja. Maar je hebt ook motor leren rijden, heb je dan niet hier. Dat heb je dan in Tiel gedaan, denk ik. Ja, omdat vaders die had een autobedrijf. En, dus ja, dat ik een rijbewijs B voor de hand, dat lag voor de hand om die natuurlijk zo snel mogelijk aan te schaffen om mee te kunnen helpen in het garage. En daardoor hield ik mijn zakgeld over voor het aanrijbewijs. Dus ik heb eigenlijk, ik kom nog uit het begin jaren 90, waar je gewoon met de theorie, zeg maar, twee A en B kon halen. Dus ik kon iedere week een lesje en na 8 weken... kon je afrijden voor je motor. Dus ik had auto en motor vrij snel achter elkaar, vanaf 91. Dus Heb jij de brommerperiode dan ook een beetje overgeslagen dan? Omdat je zo snel... Nee. 2 jaar, zeg maar, vanaf 12 jaar groeide ik op tussen de auto's. Dus ik heb toen al, als klein manneke is aan autosleutel is eigenlijk... te groot, zeg maar. Dus ik ging eigenlijk al vrij snel over op het verbouwen van bromfietsen. Ja. En dus daar is het eigenlijk al mee begonnen. Hoe oud was je toen dan, denk je? 12. Ja, en toen had ik een sport om eigenlijk... kijk, ik had een hele werkplaats tot beschikking. En ik heb toen... De sport was om zo klein mogelijke bromfietsjes te gaan bouwen. Ja. En op een gegeven moment werden ze 60 centimeter, toen de kleinste was 35 centimeter lang. En dat is iets, bouwen wat er nog niet is. Nou, dat was het nog niet, dacht ik. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij een klant van mijn vader die mij zag rijden in de werkplaats. Ja. En die was redacteur van een regionale krant en die heeft mij gefotografeerd. Dus mijn eerste krantenartikel was dat ik als 13-jarige LTS opbouwt kleinste bromfiets. Alleen bleek dat de redactie had even nawerk gedaan en de kleinste bromfiets destijds was al 6,5 centimeter. Oh, joh. Hart op hart. Daar kwam ik belangen aan niet aan. Dus toen heb ik de strijd opgegeven en ben ik overgegaan op
het grote werk, dus bromfietsen verbouwen. En ja, daar komt ook, daar is ook de naam Yellow Rider ontstaan. Want? Omdat mijn pa die had naast het garagebedrijf ook een schadeherstel. En de kleur verf geel, ja, die bleef altijd over, want die wou niemand hebben. En het was mijn lievelingskleur. Dus ja, al mijn bromfietsen die ik opknapte en verbouwde, die... Die waren altijd geel? Die waren altijd geel, want dat kostte niks. Dus, en ik vond het wel wat hebben, dus op een gegeven moment was ook de helm geel. Het pak werd geel, de laarzen. En als je dan motor gaat rijden en je maakt de motor geel, ja, dan kom je al snel uit op de Kenny Roberts kleuren. Ja, ja, ja. En 1 en 1 is 2, daar is de liefde voor je ma ontstaan. Eigenlijk gewoon door een kleur ben je Yamaha fanaat geworden, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en daarbij bleek ook nog eens dat het verbouwen ook nog, dat Yamaha heel veel aparte modellen had geleverd in het verleden. Ja, waardoor het customize voor de hand lag, zeg maar. Oh, pas op. Ja, ik kom mezelf aan de kant. Ik ben het gewend. Wordt nooit in dank afgenomen hier. Ja, goed, als ze 2 man breed gaan rijden, dan kun je het ook wel verwachten natuurlijk, hè? Ja. Zitten we nu nog in Groes, hè? Ja, om Groes heen. We gaan nou de Loo. Loo? Ja, pakken we een stukje dijk in Loo. Ja. Dat is nu allemaal goed te rijden, maar dat is, in de weekenden is dat natuurlijk gruwelijk druk. Dan kom ik er ook niet. Dan stap ik wel met zo'n pijp. Ja, vreemd, hè? Ja. Hey, met deze motor waar jij nu op zit, kun je daar iets over vertellen? Wat is het verhaal erachter? Nou, het verhaal erachter is dat ik bouw vanaf 2010 bouw ik complete projecten. En daar reed ik dan een jaar op. En ondertussen ging die in de verkoop om vervolgens het nieuwe project te bekostigen. Maar custombouw is nou eenmaal niet iets wat makkelijk verkoopt. Degenen die geïnteresseerd zijn, ja, die bouwen het liefst zelf. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt om daar zo'n heel project voor mezelf te maken. En, maar op een gegeven moment kwam er dus vraag, eerst vanuit Sitjes. En dat breidde zich een beetje uit van, ja, kun je voor mij ook het subframe maken. En mensen zien ook dat je kunt buigen, Engels wiel hebt, dus je kunt ook een tank maken. En op een gegeven moment is dat... Werden dat projecten die ik voor anderen ging afmaken. En totdat er begin dit jaar iemand kwam en met een foto van de motor. Die zei van, kun je voor mij niet de hele motor bouwen? Ja. En daar zit ik momenteel op. Ja. Dus dat is een oude shopper geweest, oude Virago. Nou, daar worden er heel wat van verbouwd momenteel. En was voor mij zag ik de uitdaging wel om daar iets van te maken wat... een ander nog niet bedacht heeft. Ja, dus geen choppen, maar juist iets hoe zou je het kunnen zeggen, van iets langzaams iets snels maken, hè? Ja, een beetje drekstijl noem ik het maar. Maar niet een traditionele café racen, maar net even iets anders. Ja. Ja. Maar is dat, je zegt, dit is eigenlijk de eerste die je helemaal in opdracht bouwt, geloof ik, hè? Ja. Is dat niet gek voor jou? Dat je het een beetje uit handen moet geven, dat er iemand oordeelt over wat je doet voordat die verkocht wordt, laat ik het zo zeggen? Nee. Ik heb echt de kick op het moment dat hij de laatste bout erin gaat. Dan gaat hij naar een testbank. Ja. Dan wordt hij ook helemaal uitgemolken, zeg maar. En als daar die waardes goed voor zijn, dus dat het ook echt een verbetering is. Ja. Ook qua vering en zo, ja, dan is voor mij de druk eraf. Dan is het... is het project klaar, zeg maar. En dan ik heb daar geen binding mee, zeg maar. Nee. En dan is het voor mij de kick. Kijk, die eigenaar heeft er hopelijk heel veel plezier van. En mijn vorige projecten, daar krijg ik nog heel regelmatig van mensen foto's vanuit Zwitserland of vanaf het circuit, dat ze ervan genieten. En dat is voor mij de kick. En tevens als ik in bladen kom, en zoals nu dat ik daar je achter me rijd. Ja, dat vind ik, dat daarmee verdient het project zich een beetje terug. Hè? Dat je om 11 uur s'avonds in de winter nog zit te rommelen. Ja. Ja. Maar het is dus eigenlijk niet dat jij... ik vind het heel moeilijk om in te beelden hoe dat is. Want ik zou dat persoonlijk moeilijk los kunnen laten, denk ik. Als er zoveel tijd in hebt zitten. Maar goed, ik ben dan natuurlijk maar ook gewoon een leek. Dus als er voor mij heel veel tijd in zit, dan is het ook wel wat.
Maar ik zou mezelf een beetje als kunstenaar voelen, weet je wel? Dat je dan je ziel in iets legt bijna. En het dan maar gewoon aan iemand die het misschien helemaal niet zo begrijpt zoals jij dat begrijpt, moet afstaan. Maar dat heb jij dus eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Maar ik moet wel zeggen, degenen die mijn projecten kopen, die waarderen het wel. Die staan echt met open mond te kijken hoe je bepaalde dingen gemaakt hebt. Ja. Dus die waardering is er dan wel. Ja. En ik heb daar geen binding mee. Nee. Voor mij is echt... Klaar is klaar. Ja, klaar is klaar. Kijk, ik moet dan op een gegeven moment voetsteunen ergens gaan maken naast het blok. Ja, en hoe krijg ik die in vredesnaam daar op die plek en dat ze ook nog functioneren en dat het lekker zit. Dus dat uitvogelen, dat uitdokteren, dat is de kick. En op het moment zit die voetplaat er op die plek, ja, dan wordt alles gepoedercoat en dan is het klaar. Dan kun je het afvinken en zo gaat het hele project tot aan het eind. Ja. En er zit dan geen binding met, als die klaar is, dan wat ik zeg, dan is de kick weg, zeg maar. Hey, jij noemde net al even dat mensen die sturen foto's, dat ze er mee op het circuit rijden. Je zit wel redelijk in de sportieve hoek van het bouwen, geloof ik, hè? Ja, al mijn projecten, zeg maar. Ik maak niet, zeg maar, een shopper. Dit is echt waar ik nu op zit, is echt een custom ding, maar wel een beetje drekstijl. Maar meer richting de shopperkant zal ik niet opgaan. En dat heeft puur te maken omdat ik het niet mooi vind. Het is wel zo dat ik een project maak voor een ander die ik zelf bak achter sta, zeg maar. Die ik zelf ook mooi vind. Anders ben ik simpelweg denk ik niet gemotiveerd om dat ding helemaal af te krijgen, zeg maar. Ja. Dus als je in het vervolg zo'n project zoals dit doet, het moet niet zo zijn dat iemand zegt van joh, ik wil een Harley met een springen voorvork. En dat wil ik een... Nee. Een beetje gekke lijnen, maar het moet het shoppen zijn. Dat zit niet in je, dus dat kun je ook niet bouwen. Nee, die stuur ik naar een ander toe. Nee, ja. Dat is schoenmaker, hou je bij je lees, zeggen ze wel eens. Ik heb zelf op het circuit gereden en ik hou gewoon van sportief spul. Ja. Dus vaak op mijn projecten staat altijd wel een nummer of iets dat het toch een sportieve inslag heeft. Ja. En wat ik al zei, ze gaan allemaal op de testbank. Dus ze worden allemaal uitgewrongen. Dat het maximale er ook uitgehaald wordt. Dus dat ze, zoals ze eruit zien, zo moeten ze ook functioneren. Ja. En dat doe je mijn shoppen niet. Althans, ik zie me niet met een Harley op zo'n testbank. Ja, daar krijg ik geen kick van. Nee. Maar als jij, ik weet niet of jij bekend bent met die bagger race die ze nou doen in Amerika, met die Indians en met die Harleys. Ja, nou waar ik nou op zit, dat doet me dat daar een beetje aan denken. Maar verder als dit wil ik eigenlijk niet gaan. Nee. Duidelijk. Nou, hier komen de Westervoort, die heb ik wel op de basisschool gezeten. Ja. Wat was jij voor een leerling? Nou, achter in een hoekje, stil. En er hoefde maar iets van een geluidje buiten langs te komen en ik was afgeleid. Dus dat ik de technische kant op zou gaan, dat was voor de hand liggend. Zo, hij rammelt. Hij rammelt, ja. Oh, daar ben jij. Ja. Ik zat laatst nog zo'n filmpje te kijken van een vent die aan een blok aan het werk is. En dan staat een vriend van hem staat erachter met twee van die momenten van die steeksleutels, weet je wel. Tik, 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 tik. Dan moet ik iedere keer aan denken aan dat filmpje als ik hem start. Maar zoals jij hier nou naar die Duke staat te kijken. Zo'n Yamaha, dat is... Het zijn allemaal hele verschillende blokken en zo, maar... Op een gegeven moment ben je er toch ook wel een beetje... Klaar mee of zo? Je kent het op een gegeven moment toch wel? Of pak je daarom juist die aparte blokken? Het gaat mij om het model. Ja. Dus om de looks. En ik ben sowieso wel tweecilinder minded. Dat is wel de voorkeur. Maar er hoeft niet dan per se een Ducati-blok te zijn. Kijk, Ducati dat is van origine eigenlijk al een hele sportieve motor. En om daar nou een café racer van te maken, dan ga je van iets snels, ga je die performance worden er niet beter op als ik er een zaag in zet. Dan zou je het alleen voor de looks doen. Ja. En daar heb ik dan minder voldoening van. Ik bouw het liefst, zoals waar ik nou op zit, dat was een hele lelijke oude shopper. Ja. En dat is het contrast is veel groter. Dus het gaat me eigenlijk om het contrast. Ja. Nou, het contrast is er wel. Dit is absoluut geen shopper meer. Yes.
Hey, met een Lucky Strike jasje, dat hoort eigenlijk niet bij Yamaha, hè? Nee, dat is Suzuki van Kevin Swans. Maar ja, daar heb ik ooit eens een keer gekregen. En, bij een café-race wat ik bouwde. En dat jasje heb ik eigenlijk altijd bewaard. Ik vind het wel grappig om op dit soort projecten met dat oude jasje te rijden. Ja. Maar je hebt ook dat knalgele pak toch, geloof ik? Ik heb ooit die foto's van jou gezien met die ja, het knalgeel of is het helemaal wit? Ja, ik heb in het verleden op circuit gereden met een Tenkate CBR. Ja. Nou, die was dus knalgeel. En ja, mijn helm, mijn pak, alles was geel. Dus ja, toen heb ik, daar moet je een nickname op geven. En, maar dan blijkt dat Yellow is over het algemeen al vergeven. En toen werd het Yellow Rider, want ja, voor mensen die van ver komen, die zeiden altijd, oh, dat is die gozer uit Arnhem. That's the Yellow Rider, ja. Yeah. Ja, dat is gele rijders zitten daar, hè. Dus dan werd het... gele rijdersplan, ja, ja. Ja, dan werd het, ja goed, en op motorforum was ook Yellow Rider, hadden ze al gelijk de indruk van, nou, die zou wel uit de buurt van Arnhem komen. Dus dat klopt dan, ja. Dan komt het in één keer allemaal samen, hè? Dat is ook wel bijzonder. Ja, precies. En kijk, mijn achternaam is nou niet zo heel stoer. En Yellow Rider is dan, ja, dat heeft dan nog wel weer wat. Hè? Nou, jij zegt, jouw achternaam is niet stoer, maar je hebt er wel het familiewapen heb je op je arm staan. Dus je bent er, je zegt het is niet stoer misschien, maar je bent er wel hartstikke trots op, toch? Ja, dat wel. Zeker. Ja, het familiewapen, daar heb ik er zwak voor. Ik heb een sticker fetish en de gele kleur, daar is eigenlijk een zwak voor. Maar ja, de familiewapen ook, dat gebruik ik als logo sinds dat ik KVK ingeschreven ben. Onder Yellow Rider heb ik eigenlijk dat familiewapen als logo aangehouden. Ja. En ja, dat, ja. Maar dat is dan, eigenlijk is het zaadje voor een fantastisch familiebedrijf is dan gelegd, toch? Ja, zo kun je het zien, heb ik het zelf nog nooit zo bekeken, maar ik weet niet in hoeverre dit uitgroeit, maar... Maar je hebt twee zoons, zou je het gaaf vinden dat zij dat vak, je hebt een vak, een ambacht heb je eigenlijk, zou je het gaaf vinden als zij dat een beetje overnemen of dat zij, ik weet niet, op een, misschien een gelieerde manier ermee bezig gaan, dat ze met plaatwerk bezig gaan of zo? Ja, enerzijds wel natuurlijk, vind dat wel leuk. Want ja, ze vind dat ook een leuk vak, anders zei ze er niet in. Dus dat de zoons dat over zou nemen is wel leuk. Ja. Maar ja, ze moeten vooral doen waar ze zelf zin in hebben. Je gaat het niet pushen, nee. Nee, want zoals mijn vader had een autobedrijf. Nou, dat had ik over kunnen nemen, maar hij zei, doe gewoon wat je leuk vindt. Ja. En ja, dat zal misschien voor mijn zonen net zo zijn. Ja. Ik hoor deze motor in jouw helm. Dus, ja, is er, hè? Dubbel genieten. Dat is eigenlijk gewoon een V4 nou. Ja, ja. Ja, als ik het stellen, ja. Ik ging nog wel eens op de grond liggen op het circuit, dus over mijn overmoedig. Ja. En ja, en als je dan op de... Op het circuit valt en waarbij ik bijvoorbeeld een vinger verloren ben, ja, dan word je naar het ziekenhuis gebracht en dan moet je in de ambulance naar huis bellen dat je ja een dagje later thuis komt. Ja, dat is op een gegeven moment niet meer te doen, zeg maar. Nee. Nee, dat is niet waard voor de hobby. Maar jij zei laatst tegen mij, als jij op Assen aankwam, dan... Ja, het is alsof je het ongeluk een beetje aantrok ook, hè? Ja, ja. Kijk, ze noemden mij nou brokkenpiloot. En ja, ik heb zelfs een keer op uitnodiging mocht ik met een van mijn projecten op Assen rijden. Ja. En, dat was met welke motor was dat? Dat was met een XS850, een classic racer. En ja, ik kom daar Park Vermee op rijden. En te meer dat ik Park Vermee op rijd met de motor op de aanhanger, knapt er een spanband. Ah, shit. Ja, dus die motor die dondert van de aanhanger af. Ah, nee. En alles wat er nog los aan zat er van afgetrokken. En toch vanuit uit gif... Gewoon gaan rijden. Gewoon gaan rijden zonder kuip. En toen spraken ze mij naar aan van, goh, hij nou zelfs dat ding naar de donder gereden.
Maar ja, ik heb daar zelfs een circuit niet voor nodig. Nee, je hoeft er niet op te zetten om onder. Nee, nee. Ah, goed. Maar goed, ja. Shit happens, zeggen ze wel eens, hè? Shit happens. En, maar ja, dat is het voordeel van dat je, ik had hem zelf gebouwd. Dus ja, dan kun je het herhalen, hè? Ja. Nou ben ik niet heel bijzonder bekend in deze hoek, maar volgens mij komen we nou bijna bij Oud-Zevenaar uit, toch of niet? Ja, nou komen we, dan gaan we richting. Even de Betuwelijn over en dan rechtsaf weer richting de Oude Rijn. En dan richting Herwen en dan naar Tolkamer. Ja. Die motor, op het moment dat ik zo'n project gebouwd heb en ik ga er dan mee rijden. En hij rijdt zoals hij er dan uitziet. Ja, dat is een enorme kick. Ja. Kijk, er zitten serieuze verenpartijen onder en... Hij is op de testbank geweest en als je er dan op rijdt, dan komt alles eigenlijk samen. Wat je dus in je hoofd bedacht hebt, wordt dan eigenlijk bevestigd. Maar die veren, dat was nogal een dingetje, geloof ik, hè? Ja, ik geloof dat dit de duurste veren zijn die ooit een Virago ontvangen heeft. En dat zijn natuurlijk, dit zijn sportieve veren van Hyperpro, helemaal op maat gemaakt. En die maken alleen veren voor de racelarij, dus Een Virago. Dus toen je opbelde om te zeggen van joh, ik heb een Virago, daar heb ik wat voor nodig. Toen krapte zij achter hun oren. Ja, toen was van oké, maar wat jij wil, hè? Ja, het is natuurlijk wel mogelijk. Klant is koning. Ja, precies. Maar ja, dat heeft ook te maken met het feit dat... ik heb nou 10 motoren verbouwd, zeg maar. Complex. En van A tot Z. En op een gegeven moment heb je hier vaste adressen. Voor de spuiter, voor het poedercoaten, maar ook voor de veren. En elk project gaat eigenlijk standaard... ik verander de hele geometrie. En ik leg dat dan voor bij Hyperpro, die voor mij dan de veertjes op maat maken. Ja, en die gaan kijken wat prima is, daar ga jij niet over oordelen. Nee. Tot op zekere hoogte natuurlijk, maar... Ja, nee, dus ik laat gewoon het model zien wat het moet worden. En daar passen hun de veer op aan. En daar gaat eigenlijk maar alles zo. Het motorblok, dat gaat dan naar iemand die daar 40 jaar ervaring in heeft. Ja. En het afstellen in hem dito, dat schoenmaker hou je bij je leest. Ieder zijn vak, hè. In feite ben je eigenlijk een soort van dirigent dan of zo. Dat je de beste mensen het mooiste laat maken. Trouwens. Ja, ze zeggen altijd, het gaat niet om wat je kent, maar wie je kent, hè. Het gaat om niet wat je kent, maar wie je kent. Ja, wat je kent, maar wie je kent. En dat geldt ook voor dit. Alleen in grote lijnen bouw ik hem natuurlijk. De looks bepaal ik zelf. Ja. Maar de details, zoals een veercomponent, ja, daar heb ik geen verstand van. Dat wordt allemaal uitbesteed. Ja. Maar qua eigen motoren heb je eigenlijk helemaal geen custom staan nu, hè? Want je verkoopt alles, zei je net. Ja. Eigen motoren heb ik. Ik rijd op een Yamaha FJR. Uiteraard Yamaha natuurlijk. Uiteraard, ja. Ja, en daar ga ik mee naar Heteren. Dus dat is 's morgens toch een stukje autobaan. En, daar is een custom leent zich daar gewoon niet voor. Dat is, Maar kun je het nou niet laten om zelfs van die FJR, weet je wat, voor jou doen? Een FJR, dat zou zich natuurlijk fantastisch lenen voor een project om het sneller te maken, toch? Ja, zou je denken, maar dat moet er eerst een aanleiding voor zijn, zeg maar. Dus als ik een keer een schuiven maak met die motor, ja, dan... Dan zou je er eens over na kunnen denken. Ja, dan acht ik de klant dat hij niet geheel in originele staat terugkomt. Maar ja, nee, die motor is echt aangeschaft op zijn praktische voordelen. Ja. Dus er zit een koffie. Kun je het nou niet, kun je het niet laten om daar toch nog even een ander zadel op te zetten ofzo? Als je goed gekeken hebt naar bij mijn thuis, zag je dat die niet helemaal origineel is. Hè? Dat ding is helemaal... Ik heb alleen maar oog voor dat ding waar jij nou op zit natuurlijk. Ja, ik ben een klein beetje aan voorbij gelopen. Maar wat heb je eraan gedaan dan? Nou goed, hij is bestickerd met wat logo's en dat soort dingen. Dus, maar kijk, het ding is... Er zit een originele uitlaat op, omdat ik, als het mooi weer is en ik pak dan een weekendje Duitsland, ja, dan hoef je
nergens zorgen om te maken of dat ding wel voldoet aan de, ja, aan de eisen. Dus dat is echt zorgeloos dan op pad. En met zo'n FJR kun je ook gruwelijk lekker sturen, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Dat is echt functie boven vorm eigenlijk, ja, dan, hè? Dat is, ja, puur functionaliteit. En in principe, de mensen aan wie je verkocht hebt, die, jij zegt zelf ook, die zijn er hartstikke blij mee. Die, ik neem aan dat ze hem niet verkopen. Die kun je gewoon nog oproepen als je hem een keertje nodig hebt. Dat is een soort van, eigenlijk bij een familie aan het opbouwen. Ja, in principe wel. Ik ken de meeste kopers, die ken ik. Daar heb ik nog gewoon app-contact mee. Ja. Want ja, goed, nogmaals, als er een keer wat stuk gaat of ze vallen, dan kunnen ze altijd bij mij terecht. Want ja, ze kunnen ook moeilijk ergens anders terecht natuurlijk, want jij bent de enige die weet hoe die helemaal in elkaar zit. Ja, kijk, als een motor in de prijzen valt, zeg maar, daar is het, kijk, dat is hetzelfde als dat je op het circuit rijdt. De kick is op het moment dat je als eerste of de snelste tijd hebt. Nou, ja. En als je iets bouwt, dan is het natuurlijk een eer en... daar heb je het dan 's winters voor gedaan, dat je uiteindelijk in de prijzen valt, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan krijg je eer van je werk. En, betekent winnen ook dat je sneller animo hebt om zo'n ding verkocht te krijgen? Ook dat, kijk, zo'n motor, nu bouw ik een opdracht, maar in het verleden niet. En hoe meer prijzen een motor in ontvangst neemt... Dat speelt wel echt mee? Ja, dan wordt zo'n motor populair en dan willen ze hem graag hebben. Als we dan het over een motorfest hebben, welke, weet je al ongeveer welke motoren je mee gaat nemen? Wat kunnen we daar verwachten van jou? Ik probeer zoveel mogelijk eigenaar van mijn projecten te pakken te krijgen. Want hoe meer er staan, hoe leuker ik het ook vind natuurlijk. Ja. En met name ook omdat de eigenaar allemaal nog enthousiast zijn over dat ding natuurlijk. Ja, ja. En, maar deze XV bijvoorbeeld, die kunnen we daar gewoon zien? Ja, zeker. Ja, ja, we gaan hem straks naar de eigenaar brengen. Dus ik zou zeggen, vraag het hem zelf. Kijk, het is natuurlijk ook voor de eigenaar van zo'n project ook. Kijk, hij koopt hem niet vanwege het praktische of de prijs of wat dan ook, want dan kun je net zo goed een standaard fiets kopen. Maar ja, zo'n iemand die gevraagd wordt om zijn motor die hij bij mij gekocht heeft ergens tentoon te staan. Ja, dat is ook alleen maar een eer eigenlijk, hè? Ja, daarmee wordt eigenlijk zijn keuze bevestigd, hè? Ja. Ik ben sowieso daar heb ik gewoond. Eerste huis daar, achter die bomen. Ja. Van rechts bedoel je? Ja, daar heb ik tot mijn... Want dit is randje lobby dan? Herwe. Herwe is dit, ja. Herwe of all places. Je was een jaar of 12 toen je hier wegging, zei je? Nee, hier word ik tot mijn 8e gewoond. Oh, van 4 of van 8 tot 12 jaar heb ik in Westervoort gewoond. Maar dit is nog precies hetzelfde huis ook? Ja, het is precies hetzelfde, onveranderd. Oké, okay, dus, ja. Grappig, hè? Dat is het fijnste aan deze motor. Even het gas open trekken. Dat is echt geweldig, die twee cilinder. Lekker veel koppel, hè? Ja, heerlijk koppel. Hij rijdt echt zoals hij eruit ziet. Ja, voor deze motor is dit soort dijkjes geweldig. Ja, precies. Het kleine korte werk, hè? Af en toe even het gas open. Ja, ja. Ja, mijn hele knie aan de grond, daar hoef ik niet over te denken bij deze. Maar als ik dat doe, dan kun je naar de spuiter. Nou, ik zit sowieso net al te kijken. Volgens mij zit je al twee keer met je voet aan de grond, of niet? Ja, maar dat is mijn eikpunt, hè? liever de schoen, die kun je makkelijker vervangen. Ja, nee, maar daar is de motor ook op gebouwd, hè. Voor de looks en hij moest snel voor zijn plek kunnen. Dus lekker veel koppel, maar voor bochten, ja, dan moet je een ander ding laten maken. Ja. Heb je eigenlijk al een volgend project op het oog? Dat wil zeggen... Dat er ergens een idee, zeg maar, zit van oké, ik wil een drekster maken of een... Nee, er zijn... ik zelf heb daar geen ideeën meer over, want ik heb na 9 modellen zo'n beetje alles wel gemaakt. Alleen nu zijn de mensen die dit gehoord hebben en op Facebook hebben gelezen dat ik ook geheel in opdracht bouw. Ja. Zijn de mensen die mij gevraagd hebben van zou je dat voor mij ook willen doen? Ja, want die hebben wel een idee, maar die hebben geen idee eigenlijk hoe ze het in elkaar moeten zetten. Nee, precies. Ja. En
Nou ja, een van die projecten, daar ben ik al aan begonnen. Dat is een deel daarvan. Dus achterkant, subframe, accubak en dat soort dingen. Waar is dat van? Van die Triton? Van die Triton, ja. Ja. Maar ja, daar is mij gevraagd om ook niet alleen het zitje te doen, maar ook ja, de rest helemaal af te maken, dus af te monteren. Ja. En dat, ja, dat zijn leuke projecten, maar daar zit niet zo heel veel creativiteit in voor mij. En nee. Omdat dat eigenlijk een idee is van een klant. Maar ik heb wel aanvragen voor een complete motor. Ja. Maar daar begin ik oktober aan. Want ik ga met dit weer, vind ik het te kriem om tot 11 uur s'avonds voor een ander bezig te zijn. En dan, gaat, ja. Dan wordt het weer moeten. En dan gaat de hobbyfactor eraf. Ja, dus, ja. Dus, maar de volgende motor schijnt weer een classic racer te worden. Dat is op de een of andere manier, is dat, spreekt dat toch de meeste... Ja, handelsmerk eigenlijk een beetje. Ja, een beetje handelsmerk. En ook in het geel. Dus die Kenny Roberts kleuren. Dus Amerikaanse... racekleuren, ja. En hier dat gebouw hier aan de rechterkant of linkerkant, daar ben ik geboren. Dat was voorheen een... Kun je dat eens aanwijzen? Welk gebouw is dat? Dit was, ja, dat was voorheen een ziekenhuisje. En dan praten we over, ja, ik ben inmiddels ook 48, dus dat is helemaal even geleden. Omhoog? Oh, we mogen omhoog rijden van hem. En dan rechtsaf, ja? Naar hem toe? Ja. Rij jij maar voorop. Ik maar op. Past dat? En of dat er past? Nou. Tada. Oh man. Ja. Oh, wel een lekker dagje zo, hè? Heerlijk. Ja. Ja. Maar je zegt, ik rij eigenlijk alleen maar vanuit mijn werk naar een rondje. Het weekend rij je eigenlijk niet. Het is best wel bijzonder voor jou dan toch, zo'n dagje als dit? Ja, lekker. Ja? Ja. Kom je ook een skip uit? Nee, maar het is zondags veel te druk hier, zeker in deze omgeving. En het zijn wel mooie wegen, veel bochten, maar ja, dat trekt ook andere mensen aan, hè? Ja. Fietsers. Dus ja, dat vind ik niet leuk en voor mij ook niet, dus ik kom er gewoon niet. Nee. En we zitten hier dicht bij de grens, dus ik ga de grens over. Het is snel zoek. Ja, weet je, als je in de buurt woont, dan heb je de... Ah, fijn. Hé, hey, Virago? Oh nee, Harley. Je zegt, je bent een tweecilinder man, zo'n Harley als dat. Ja, daar word ik niet warm of koud. Niet warm of koud? Nee. Niet als die zo loopt. Het wordt heel warm zo direct volgens mij. Nee, dat is eigenlijk een andere rijbeleving. Daar heb ik helemaal niks mee. Wat zou je daar nou van maken, zoals je hem nou ziet rijden? Alles eraf en dan... een bobber. Het liefst een haar. Ja, een bobber en dan een beetje Indian-stijl-achtig. Dus, Die projecten die je maakt, denk jij nou nog na over, goh, het moet ook nog verkocht worden? Weet je, die projecten die je voorheen gemaakt hebt, hè? Ja, denk je dan van tevoren na, nee, ik wil echt iets moois bouwen en dat ga ik proberen te verkopen? Of ga je wel een soort van economisch denken van, oké, ja, maar ik kan het ook niet te gek maken, want... Of zit dat er niet in? Ja, ik heb mijn stijl is de affabriek look, dus dan kan het eigenlijk al niet zo snel gek. Weet je wel? Ja. Ik probeer eigenlijk stijl te maken dat alsof die zo uit de showroom komt. Mm-hmm. Of uit de fabriek gerold is. En, dus dat is niet zo gek. Dus het moet eigenlijk zo origineel mogelijk uitzien. En daarbij doe ik dan ook taatschep er weer aan, wat een ander eraf schroeft. Dat is de eerste taatschep, de reflector en het slangenspanbord. Ja. Ja, omdat dat doen de meeste custombouwers. Die zagen het eraf. Ik plak hem er juist aan. Dus een dat is mijn stijl. Doen. Ja. Ja, en met een schuin oog rekening houden met de APK die er misschien komt. Ja. Dus ja, is alleen maar gunstig. Wat heb jij een favoriet van al die projecten die je gedaan hebt? Mijn favoriet is de GTS. Ja. Die heet ook de Next. En dat is echt het
De GTS, dat is de motor met die naafbesturing. Naafbesturing en daar zitten zoveel uren in en zoveel werk. En die zag er zo af fabriek uit dat zelfs op shows mensen er gewoon langs opliepen om te vragen waar dat die stond, de custombouw. En aan de ene kant is dat een compliment, want daar doe ik het voor. Maar aan de andere kant is hij eigenlijk heel erg ondergewaardeerd, die motor. Terwijl die echt, het was echt het neusje van de zalm. Ja. Dus van, je had eigenlijk van de sport toe, heb je eigenlijk een soort, het neusje lijkt wel R6 op een R1 eigenlijk, hè? Ja. Ja, futuristische racer, maar dan echt navigatie in de tank, xenoverlichting. Injectie, gewoon echt al het nieuwste van het nieuwste zat in die motor verwerkt. Ja. Maar helaas niet door het grote publiek geliefd. Dus het is futuristisch. Misschien ben je gewoon heel ver voor je tijd, maar. Hij heette The Next. Dus hij deed zijn naam eer aan. Hij is diverse malen in bladen verschenen, waardoor elke keer toch de conclusie was, hij doet zijn naam eer aan. Maar custombouwers zoeken het meestal in een andere hoek. Ja. Zeg maar. Ja. Maar dat was wel mijn mooiste project, vond ik zelf persoonlijk. Ja. Dan vind ik het gewoon tijd alweer lekker stukje gaan rijden misschien. Ja, laten we doen. Zullen we doen? Laten we doen. Let's go. De snel startende Virago van Nederland. Zit daar een nieuwe startmotor in of niet? Ja, alles nieuw, maar dat ding dat is mechanisch. Moet dat uitklappen. Ja, er zit zelfs een magneetje in het blok om de gebroken tandjes op te vangen. Serieus? Ja. Dus na zoveel keer start is de startkrans is kaal. Maar daar. Oké, maar toen je hem aan het vervangen was, toen zaten er ook allemaal tanden aan dan of zo? Nee, ja, zag je dat hij versleten was, maar nog niet kaal. Wat een ding, joh. Ja, 26.000 mijl. Maar vertel nog eens, er zit dus een R1 voorvork in. Ja. En de remmen zijn van een R6. Van een R6? Van een R6, ja. R6. Ook de rempomp R6. En kroonplaat R1. Clipons R1. En de armatuur is allemaal origineel van de Virago. Van de Virago, ja. Dus eigenlijk, wat is nou nog origineel van de Virago? Het blok, het frame. Frame. En de armatuur. Ja. 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 Dan, inderdaad, in die vorm is het een hele mooie vraag. Ja, ik lach erop, maar shopper is niet bepaald mijn smaak, laat ik het zo zeggen. Nee. Kijk, het is ieder zijn smaak natuurlijk, maar... Hey. Hey. Oh. Snel starten is het. Heel snel. Ja. Voorop. Kijk, nu hier is het rechts, geloof ik, hè? Ja, hier rechts, want rechtdoor is doodlopend. Oh ja. En dan kan, als je hier rechtdoor gaat, dan kom je echt bij die Bieland uit, toch? Ja, dat is de Gelders Eiland, noemen ze dit. Oh, ja. En van die, je had het net al even over naar Amerika gaan met customs en zo. Hoe is jouw naam bekend in het buitenland? Niet. Nee, ja, ik heb meerdere keren op Bike XF gestaan. Ja. Wat is dat voor de mensen die het misschien niet kennen? De Bike XF is zeg maar het nummer 1 site qua custombouw. Ja. En ik merkte wel dat op het moment dat ik daar op verscheen met een van mijn projecten, dat ik echt vanuit het buitenland reacties kreeg van journalisten die graag vroegen om de foto's en een artikel. Oh ja, okay. En het grappige is dan wel dat ben ik hier in Italië op vakantie geweest, dat ik in de kiosk mijn eigen motor zag op de cover. Dus dat is dan wel weer een compliment, zeg maar. Ja. En dat geldt ook voor mensen die vorig jaar nog kennis van me is in Engeland op vakantie. En die ziet daar bij Sportbikes een van mijn projecten op de cover. Dus die neemt dat blad dan mee. Dat is wel... Leuk. Dus internationaal ja, maar nog niet echt geen grote naam. Het is ook niet, dat er klanten zijn vanuit het buitenland die specifiek naar jou vragen en een motor opsturen bijvoorbeeld? Ja, dat wel. Er zijn wel wat projecten van mij naar het buitenland verkocht. Ja. Alleen, het is toch wel, het geeft toch wel problemen met betrekking tot kenteken. Kijk, we hebben hier in Nederland, kun je de grenzen opzoeken van wat mag. En officieel mag je natuurlijk helemaal niks, maar
Ja, wil je zo'n motor exporteren en invoeren in een ander land, dan zal die aan die eisen moeten voldoen. Ja. En hoe jij ze verbouwt, is dat heel moeilijk te... Ja, precies. Ja. Want uiteindelijk kijken hun wat hij op kenteken is afgegeven destijds en daar moet hij aan voldoen. Nou, en qua motorinhoud en dergelijke is dat allemaal gelijk gebleven. Ja, en hij ziet er ook fabrieksaf uit, maar toch klopt het niet helemaal met de tekeningen. Nee, precies. Maar goed, er zijn er wel, er rijdt wel een motor in Duitsland rond, dus het is wel mogelijk. Maar dan krijg je een soort voorkeuring in Nederland. Dan ga je naar een TÜV-keuringsstation. Ja. En die geven aan wat die aangepast moet worden om hem op de Duitse weg te kunnen krijgen. Dus dat heb ik al een keer meegemaakt. Maar dan gaat het zover als in kenteken op de juiste positie zetten, reflectoren, verlichting, of gaat het nog verder? Hele bijzondere dingen eigenlijk. Zoals ik maak zelf altijd mijn eigen voetsteunen. En in Duitsland is bijvoorbeeld verplicht dat de voetsteunen opklapbaar zijn. Dus dat werd dan afgekeurd. Dus ik heb die voetsteunen dan opklapbaar gemaakt. En ik heb eigenlijk met al die projecten die daarna kwamen, heb ik daar gelijk rekening mee gehouden. Ja. Als je leert wel van dat soort dingen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, omdat ze af fabriek eruit zien, vind ik dat soort aanpassingen ook niet erg om in mee te nemen voor de volgende projecten. Dat benadert alleen maar de af fabriek look. Ja. Ja. Ik vind hem gaaf met die belettering op de banden. Ja, dat... Dat is echt wel dat dreksterachtig, hè? Precies, het is een drekstijl, dus ja. Wel, ik vond het ook wel wat hebben. Ex-collega die wist dat ik zadels deed, die had ook een scooter. Daar heb ik een zadel voor bekleed, voor zijn scooter. En dus die wist dat ik een motoren verbouwde. Ja. En een vriend van hem die wou dus iets aparts. Maar de meesten die kopen iets op Marktplaats, die hebben een plaatje. Ja. Kopen zo'n ding op Marktplaats en dan... Dan gaan ze eerst zelf een beetje proberen te klooien. Ja, alles wordt eraf gezaagd en dan dat gaat allemaal prima. En dan kopen ze een AliExpress tankje of zitje. En dat sluit niet aan en dan komen ze bij mij. En dan flikker ik dat zitje weg en dan maak ik iets nieuws. Ja. Dat is eigenlijk... Bedankt voor je poging, maar bedankt. Ja. Ik snap de bedoeling, maar nou even goed. Maar is dat makkelijker dan, want die Lex die heeft dan eigenlijk een motor gekocht en verder niks aan gedaan en die bij jou neergezet? Nee, ik heb zelf de motor aangeschaft. Hij heeft me alleen een plaatje laten zien. Dus hij had een idee voor zo'n drekster dan? Ja, ja. Oké, en daar heb jij een passende motor bij gezocht waar jij een gevoel bij hebt? Juist. Ja. Ja, dat moet, hij moet poepie origineel zijn. Ja. Want ik wil gewoon weten dat de basis goed is van zo'n ding en niet dat het een... afgekloven ding is van een ander. Nee, het moet gewoon origineel zijn. Maar is dat makkelijker dan bouwen aan iets waar iemand al alles afgezaagd heeft? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, kan me namelijk ook wel voorstellen dat je dan een iets cleaner beeld hebt van wat het ongeveer kan worden, weet je, als het alleen maar een frame is. Ja, nee, maar als een ander iets in zijn hoofd heeft en die is ermee begonnen, nee. Ja. Nee, op het moment dat ik een motor helemaal uit elkaar haal, dan wordt gelijk alles gedocumenteerd. Ja. Want zoveel mogelijk gaat weer terug. Met name dus de elektronica en zo. Dat, anders moet ik daar heel veel tijd in steken om het allemaal weer lopend te krijgen. Dus, en ik hergebruik zoveel mogelijk. Dus voetsteunen, ja, die hadden eerst rubberen klosjes, allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt allemaal verbouwd en teruggeplaatst. Oh ja. Dus ik hergebruik zoveel mogelijk. Ja, nu komt het moment van de waarheid, Maarten. Ja, ja. Nou, hier is het. Wacht even, ja. 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 Hier is het. Kijk Lex, bij deze overhandig ik de motor. Fantastisch. En ik zou zeggen, veel plezier ermee. Ja, zeker lukken. Ik woon dichtbij, dus ik neem de benenwagen. Ja? Helemaal goed. Het is ook goed weer om te lopen, Maarten. Ja, daarom. Doei, ja. Hey, doei. Hoi. Wil je deze route ook rijden?
Download hem op www.motorrijders.nl.